Hallo. Hoi, ik ben Jesse. Ik ben Daisy. En wij zijn Copies Chicks. Leuk dat jullie kijken naar onze extra vrijdag challenges. Ja, want we hebben vorige week aan jullie gevraagd. Laat even weten in de comments welke challenge jullie van ons willen zien. En we hebben er eentje uitgekozen. Dit is nummer 1. How well do we know each other challenge? Wat betekent dat we vragen gaan beantwoorden? Over elkaar. Als je de vraag niet goed hebt, dan hebben we hier een bord. Die is nu leeg. Maar die zit zo meteen vol met slagroom. Gaan we dan nu beginnen? Ja. Oké, ik ben wel echt een beetje zin. Dat is ook echt spannend. Je zit zo meteen gewoon onder de slagroom. Nee. Maar misschien ook niet, want misschien heb je wel alle vragen goed. Oh ja. Want ik heb een lijst gevonden op the internet. Oké. Okay. Dus ik heb onderzoek gedaan op internet. Ja. Moeten we dit niet voorbereiden? Zodat we zien wat ons te wachten staat. Oké. It's like art. It is. Wow, it's completely white. Oké, nou. Het is bijna onzichtbaar, de slagroom, maar hier is het heel zichtbaar. Ik heb het echt spannend. Wie begint überhaupt? De slagroom voor water, we zijn te veel aan het praten. Klopt. Vraag 1. Wie zijn mijn twee beste vrienden? Ja, dat is lullig. Kijk, ik wil zeggen Martijn en Bart, maar dan denk ik en ik dan. Dat is waar. Oké, drie beste vrienden dan. Martijn, Martijn, Jeske. Ja! Yeah! 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 Oké, ik hou dit vast in mijn hand. Nee! Ik was bijna in mijn broek. Oké. Daisy. Ja? Wat is mijn favoriete muziek? Band? Dan weet ik het gelijk al, ja. Echt? Ja! Wat dan? Backstreet Boys. Nee! Ja, nee, ook niet. Je wil niet weten wat voor machtspositie jij hebt. Klopt. Ik ben toch niet meer fan van de Backstreet Boys? Ja, maar Justin Bieber wel. Wat heb ik gisteravond geluisterd, anders krijg je nu dit eerst in. Justin Bieber, dat doe je. Nee! Maar wel Backstreet Boys. Nee. Ja. Nee, The Weeknd! The Weeknd. Ja, dat klopt. Echt? Ik had gisteravond geluisterd. Ja. Jezus, daar kom je wel echt goed mee weg. Ja. Wat heb ik gisteravond geluisterd? Billy Elliot. Ja, klopt. Ja, want jij was net die voorstelling. Oké, we moeten een nieuwe vraag. Wat stresst mij op het moment het meest? Ja, dit wat hier voor je staat. Ja. Op het moment wel, ja. Het gaat om nu. Ja, het gaat om nu. Oké. Wanneer ben ik jarig? 28 december. Ja, klopt. Daar moet ik zelf ook even over nadenken. Wat eet ik het allerliefst? Oeh, dat is een goede vraag. Sushi van Cool Bar bijvoorbeeld? Ja! Yes! Ik baal ervan dat ik nu weer een vraag moet beantwoorden en dat ik weer kans heb om deze vieze daddy in mijn hoofd te krijgen. Sorry, maar mag ik even zeggen hoe goed wij elkaar te kennen? Ja, maar het zijn ook hele makkelijke vragen. We zijn een tel van de vraag kwijt, sorry. Komt er alle spanning en sensatie en we hebben zelfs nog een slagroom op ons gezicht. En dit wordt echt vies, ik moet een beetje maar meer bij. Maar ik vind de vragen op... Ik moet hier nu wel echt een beetje van... Oké, wat voor cadeau zou ik graag willen? Jeske! Kan ik iets doen? Oh, mijn tafel! Zo'n slecht mens, Jeske! Wow, kijk deze goed! Oh my god! Nee! Wat is mijn lievelingstoetje? Frozen yoghurt? Dat is niet wat ik nu in mijn hoofd had, Jess. Hoezo, wat dan? Het is een kaasplank. Kaasplank? Ja, het is super vroeg. Nee. Heb je er nu zin in? Nee, maar wel als toetje. Witte geest. Oké. In mijn oog? Nee. Een beetje in je wimper. Maar ik vind het wel mooi. Zullen we nu overgaan naar de special edition? Ja! Ik kan niet zien. Jawel. Wat is mijn lievelingskleur? Misschien moet je het een klein beetje weggaan daar. Oh, het zit op de lens. Kijk, ik zie het. Ik heb een slagroomlens. Kom eens.
Volgens mijn bevindingen van langere tijd, ja, is de kleur rood. Oeh, nee. Nee. Maar jij ziet altijd rode lippenstift op. Ja, maar dat is het niet het goede antwoord. Het is blauw, maar in kleding zwart. Nee, nee, nee. Oh. Oh. Oh, kut, dat is best weinig. Weinig. Dit is niet weinig. Oké, okay, dit is de... Volgende vraag. Wat is... Nee, die is makkelijk. Dit is echt lullig. Wat is mijn favoriete vakantie? Ibiza! Ja. Woe! Oké. Okay. Wat vind ik echt vies? Ik heb het al een keer gezegd. Misschien zijn er een paar meerdere dingen. Reigers haat jij, maar dat telt. Dat is geen eten. En zo'n eidooier, wat dan zo vloeibaar en kapot is. Ja, ja, daar ga ik echt aan af mijn bar. Weet ik. Rauwe eieren vind ik zo vies. Bart, ja, maar Bart, die vriend van ons, die zat gisteren heerlijk aan zijn ontbijtje, bacon en ei. €15 voor betaald en dan zit jij daarnaast. Hoe? Ja. Ik vind het gewoon echt heel erg vies. Heb ik geheime ambities? Ja, die heb je wel, denk ik. Ja, maar het antwoord is, het is niet ja of nee dat je moet kiezen. Oké, okay, als het een beetje in de buurt komt... Ja, dan is het goed. Jouw geheime ambities, ik denk even out of the box, hè? Ja. Justin Bieber versieren. Maar ik begin nu een popcornrestaurant en krijg jullie baby's die geboren worden met lippenstift. Ja, shit, dat zou kunnen. Zielig. Wil je nog een beetje bij hier? Nee! No. Oh my god! Alles of niets. Zo'n enge Daisy, chip. Alles of niets. Je mag even een vraag bedenken. Ik doe heel even mijn ogen. Ik heb een baard! Jeske? Ja. Hoe? Als ik een jongetje was geweest, hoe had ik dan geheten? Ja, dat weet ik nooit. Dat weet ik toch niet? Vincent? Ja, broertje heet Vincent? Nee. Hoe dan? Ik had Niek geheten. Je verzint het. Je verzint het. Er is geen antwoord. Er is wel een antwoord. Ik had Niek geheten, want zo heette mijn opa ook. Echt? En mijn oom heette ook zo. Okay. Jongens, vonden jullie dit nou een leuk filmpje? Doe dan een duimpje omhoog. Laat het weten in de comments wat je ervan vond. Vooral. En hebben jullie tips voor volgende... Ik kan dit niet serieus doen met één oog. Hebben jullie tips voor volgende... de challenge van volgende week? Laat het ook even weten, want dan gaan we dat doen. Ja. Oké. Okay.